Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits met vandaag. Doek valt definitief voor brandweerpost Beemte. Apeldoorn is winterklaar. Er kan gestrooid en geborsteld worden. Na 90 jaar moet de brandweerpost in de Beemte dicht. Dat gebeurt vreemd genoeg op zaterdag 31 december, Oudejaarsdag, om 6 uur 's avonds. Het sluiten van de brandweerpost is het gevolg van de bezuinigingsmaatregelen bij de brandweer van de gemeente Apeldoorn. Brandweerpost Beemte Broekland gaat dicht. Wat betekent dat voor de Beemte? Ja, voor de Beemte zal het inhouden dat inderdaad de hulpverlening iets later zal komen. Het is wel gebleken dat in ieder geval Vaassen zal de Beemteling gedeeltelijk overnemen. En de hoofdpost en het vrijwilligerscentrum die zullen meer richting de Beemte gaan, van de andere kant. Dus de hulpverlening zal iets later komen, maar het zal acceptabel zijn. Sommige vrijwilligers gaan zich aansluiten bij andere posten binnen de gemeente. De anderen houden het voor gezien en komen niet meer terug bij een brandweerkorps. Wat ga jij doen? Ik heb besloten met een aantal collega's samen om toch wat te blijven betekenen voor de brandweer. En wij gaan door naar de vrijwilligers in Apeldoorn Centrum. Om daar onze opleiding en ervaringen te kunnen blijven gebruiken. Hoe lang zit je al bij de brandweer? Ik zit 8 jaar bij de Beemte. En hoeveel opleidingstijd zit daarin? Grofweg? Vorig jaar heb ik mijn opleiding afgerond tot bevelvoerder. En ben ook zo'n beetje 7 jaar met opleiding bezig geweest. En nu verder in het centrum? Nu verder in het centrum, mede vanwege de opleiding. En toch de passie voor de brandweer die blijft. Een aantal brandweerlieden balen als ze stekken dat de brandweerpost verdwijnt. Ik ben 15 jaar postcommandant geweest hier. Met heel veel trots hebben we hier een prachtig korps neergezet. En ja, door de bezuinigingen wordt het toch gesloten. We hebben een prachtig mooi korps met 18 man. Alles erop en eraan. Goede opleiding, goede mensen. Geïnvesteerd voor de toekomst. Maar helaas, het is niet anders. Met de vorige winter, met heel veel sneeuw nog fris in het geheugen, rijst de vraag of Apeldoorn nu wel genoeg zout heeft. Vorig jaar was de voorraad binnen 2 weken al bijna op. Toch wordt er nu al zo nu en dan gestrooid, zonder dat er nog maar 1 vlok gevallen is. Nou, jullie hebben al gereden en het heeft nog niet gevroren. Hoe kwam dat? Nou, we hebben op 16 november 's avonds gestrooid en afgelopen zaterdagavond. En toen heeft het echt wel gevroren. Want je zag ook op het journaal al de eerste ongevallen, weliswaar in Drenthe. En vlak hier in de buurt bij Dieren een auto in het kanaal. Dus het is wel degelijk al glad geweest. En wat is jullie strooibeleid? Het strooibeleid is dat als wij gladheid aanzien komen, stel dat het de volgende ochtend is, wij de avond daarvoor al gaan strooien. Dus we gaan preventief het zout al op de weg brengen voordat het glad wordt. Als het toch nog gaat sneeuwen deze winter, dan worden de fietspaden niet alleen gestrooid, maar ook geborsteld. Vooral de hoofdwegen worden dan gestrooid. Apeldoorn is klaar voor de aanstaande winter, als die tenminste gaat komen. We hebben alle materieel getest en de zoutvoorraad is op orde. Dus wat ons betreft mag die komen.